Carla Boetius-Geldorp is afgelopen zaterdag uitgeroepen tot Communicatievrouw 2022. De award is uitgereikt door het Centrum voor Communicatie en PR, CCPR. Dit jaar zijn de Communicatie Awards uitgereikt in de categorieën Beste TV Commercial, de National Achievement Award en de Communicatie Man of Vrouw 2022. Onder luid gejuich mocht Carla Boetius-Geldorp haar award in ontvangst nemen. We hebben gekozen voor mevrouw Carla Boetius-Geldorp. De beste TV-commercial is gewonnen door de firma Kuldeep Singh met de Makita Promo Deal. De National Achievement Award is uitgereikt aan Dean Goree voor zijn dienstbaarheid en onbaatzuchtigheid om 2 scholen te bouwen in het district Sipaliwini. De beste TV-commercial is geworden de promo van de Makita van Kuldeep Singh. Is er een verkiezingen van Kuldeep Singh hier? Yes. Wij als de jury hebben gekozen voor het project van Dean Goree. Misschien is het ook goed om te vertellen waarom het is gekozen voor Dean Goree. Henk Plein is iemand die een beperking heeft en die heel veel maatschappelijk werk doet in Suriname. Hij is al lang gerespecteerd en daarom is hij dus ook anoniem genomineerd. We hebben het binnengekregen via een inzending. Henk van Vliet is ook genomineerd vanwege zo'n programma, Oru Pokuma. En op basis daarvan zijn er motivaties binnengekomen waar hij een communicatie award verdient. En Dean Goree is ook genomineerd op basis van 2 scholen die hij heeft gebouwd in Sipaliwini. En eigenlijk de verdiensten, de onbaatzuchtigheid, de liefde waarmee hij dat heeft gedaan, heeft ervoor gezorgd dat de jury anoniem voor hem heeft gekozen. Vooraf aan de uitreiking van de Communicatie Awards 2022 heeft het Nationaal Overheidscommunicatieseminar plaatsgevonden. Minister Bronte Somaharjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken opende het geheel en gaf aan dat het belangrijk is dat burgers goed worden geïnformeerd door de overheid en dat het onderling contact hierbij centraal staat. Het thema voor het Nationaal Overheidscommunicatieseminar luidde Overheidscommunicatie en Good Governance. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.